Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland, maar ten noorden van ons land liggen wel wat wolkenvelden. Dat zijn hoofdzakelijk hoge sluierwolken, maar die trekken wel in de komende uren langzaam het noorden van het land binnen. De zon schijnt er nog wel wat doorheen en omheen en de temperatuur ligt vanochtend onder het vriespunt zo rond de min 2. Vanmiddag loopt het kwik wel op tot boven nul, het wordt 3 of 4 graden. We hebben een mix van zon en wat wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een stevige oostenwind en die maakt het voor het gevoel veel kouder. En dan lijkt het er echt niet op dat het 3 graden is. Vanavond en vannacht gaat het kwik weer onder nul. Het gaat uiteindelijk licht tot matig vriezen. Op de meeste plaatsen is het weer helder. En die oostenwind blijft een belangrijke rol spelen. Ook morgen overdag een stevige oostenwind. Temperatuur komt maar amper boven het vriespunt uit, want er stroomt nog koudere lucht het land in. In het midden en zuiden van het land is het overwegend zonnig. In het noorden komen wat meer wolkenvelden voor. Maar neerslag is nog niet aan de orde. Maandag en dinsdag vooral in het Waddengebied wel kans op wat sneeuwbuien. In de rest van het land blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur gaat nog wat verder omlaag. Woensdag blijven we in het hele land onder nul. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.